Zenuwachtig? Nee, ik heb er echt gewoon echt zin in gewoon. Het idee begon bij mijn getuige, die dat best wel een goed idee vond. Die heeft ons opgegeven. Waren jullie al verloofd? Of ja. Hoe had de bruiloft er eerst uitgezien als dit niet ertussendoor was gekomen? Weet ik nog niet. Waarschijnlijk in het park ergens. In het park, ja, alle park. Familie samen, heel veel eten, drinken. Dus een soort van hetzelfde. Een soort van hetzelfde, nu alleen dan in een roze kerk met een in het roze geklede trouwambtenaar. En op de achtergrond het gedreun van Milkshake. Maar dan heb je dus wel een primeur. Ja, dit is de eerste huwelijk ooit op een festival. En dus wij schrijven geschiedenis vandaag. En daar waren jullie dus allemaal bij. Hoe fantastisch is dat? Het is een eer dat ik vandaag samen met u getuige mag zijn van de huwelijksvoltrekking tussen deze twee sterke vrouwen die ik in mijn studio heb ontmoet. Het is niet alleen voor jullie twee een bijzonder moment, maar eigenlijk voor ons allemaal hier aanwezig in deze roze, tochtige opblaaskerk. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend, want het is pas 8 jaar mogelijk dat we in Nederland met een persoon van het eigen geslacht in het huwelijk kunnen treden. En nu de tattoo is gezet, mogen jullie elkaar zoenen! Dit is niet je standaard uitdossing, toch? Nee, zeker niet, zeker niet. Het is speciaal voor mij gemaakt vanwege de festival vandaag. En vandaag vieren we hier ook echt de liefde. Want iedereen kan zijn wie die wilt zijn. En nou, hoe mooi is het dat je straks je afterparty gewoon hier op een festivalterrein hebt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het is een primeur. Het is 18 jaar geleden sinds het eerste homo of gay koppel is getrouwd in Nederland. Geeft het jullie die extra lading dan ook? Ja. Je voelt het wel. Blijkbaar moet het nog genoemd worden in deze tijd. Zelf sta ik daar op een andere manier, eigen manier bij stil. Maar blijkbaar moet het nog wel benoemd worden. En als daar dus inderdaad een podium voor is, een platform voor is, ja, dan moet je je laten horen.